Je luistert, of misschien kijk je wel, naar de laatste bonusaflevering van Faya onderzoekt de liefde. En het is een hele bijzondere aflevering, want ik doe het vandaag met mijn zusje, Shanti Schiks. Ik ben super blij dat ze bij mij hier in Purmerland is om deze podcast op te nemen. Op 22 juli 2016 verloor zij haar kindje door haar ex-man, die voorafgaand eerst zijn eigen moeder had vermoord en daarna Elvin, mijn neefje, haar kindje. En daarop volgend heeft zij 3 boeken geschreven. Het nieuwste boek is nu uit, hè? Is het uit? Klopt, op 8 augustus. Op 8 augustus. Oh. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dat nieuwe boek heet Het leven na narcistisch misbruik. En kan ik daarmee stellen dat je ex een narcist was? Ja, die diagnose is nooit gemaakt, maar ik... heb dat zelf gedaan? Ik heb dat zelf wel, gedaan. Want wat is eigenlijk een narcist? Ja, dat is dat is niet heel zwart-wit te zeggen, maar wat heel kenmerkend is bij narcistische persoonlijkheidsstoornis, en ik ben geen psychiater, dus ik kan niet de diagnose stellen, dat is ook het lastige. Maar is wat heel kenmerkend is dat ze geen empathische ontwikkeling hebben, dus geen empathie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, of heel minimaal. Maar Thomas, hè, jouw ex, heeft hij dan nooit een keer iets liefs tegen je gezegd of ik begrijp je? Of... Jawel, er is dus een verschil tussen cognitieve empathie en echte empathie. En cognitief is dat iemand kan overkomen, dus met het hoofd snapt hij wel enigszins, en dat is ook om vervolgens te manipuleren, dat hij het kan snappen. Hoe die kan overkomen alsof die empathisch is. Oké, maar dat is niet echt. Om voor eigen doeleinden toch te krijgen. Nee, precies wat hij zou willen. Dus hij zegt dan eigenlijk waarvan hij weet wat je nodig hebt om te horen. Precies. Of om je terug te krijgen. Of om zijn eigen gedrag goed te praten. Of... Precies, inderdaad om je terug te krijgen. En als je wel de empathische ontwikkeling hebt, dat is vaak het lastige, is dat je mensen kijken vanuit een eigen referentiekader. Dus je gelooft dat de ander is net zoals jij. Dat is projectie. Ja, maar dat iemand, in ieder geval, je gaat ervan uit dat een ander ook empathisch is, dat hij de beste bedoelingen heeft. Omdat je jezelf niet kan voorstellen Dat niet heeft. Dat iemand dat niet heeft, of dat iemand jou zou misbruiken of zou manipuleren. Tenminste, weet je wel, als je gewoon... Ik was ook wel redelijk naïef, denk ik toen. Goed gelovig. Dus dan ga je uit van het goede van de mens. Oké, maar als, ja, ik heb hem natuurlijk ook ontmoet meerdere keren. En wat mij heel erg opviel aan hem, is dat hij jou heel erg ophemelde. Ja. Dus je was zijn prinses. Ik weet nog de allereerste keer dat ik hem ontmoette, bij mama was dat denk ik thuis. En kijk eens hoe zo mooi ze is. Klassieke schoonheid. Zo deed hij dan helemaal zo overdreven. Heel overdreven achteraf, inderdaad. Ja, en dat is heel kenmerkend ook in een relatie. Een giftige relatie, zoals dat ook wel wordt genoemd. Dat je in het begin in een soort sprookje terechtkomt. Sprookje als in iemand draagt je op handen en voeten. Iemand vindt je helemaal het einde. Ik had toen in die tijd zoiets van... eindelijk niet meer iemand die de hele tijd een spelletje speelt. Of wacht, maar hij liet echt zien dat hij ervoor wilde gaan. Hij leek ook heel empathisch. We hadden diepe gesprekken. We lachten met elkaar. We huilden met elkaar. Het ging wel heel snel. Maar deed hij ook dingen om te laten zien dat hij van je hield? Of was het alleen maar woorden? In het begin leek het wel acties ook. Dus toch wel de moeite nemen als we... ontbijtjes maken. Gewoon echt wel dat je denkt, het bestaat. Hij wil het echt en hij doet moeite. Hij is lief, hij is begripvol. En dat heb je altijd misschien wel een beetje in een relatie. In het eerste half jaar ben je verliefd en is het het leukst. Alleen dit is wel... Ik heb hierin ook wel eens achteraf, zie ik dat dan natuurlijk, gedacht... het gaat wel erg snel. Ik ben net de deur uit. Hij heeft een ontbijtje gemaakt, super lief. Maar ik ben naar mijn werk en ik krijg meteen al een zelfgeschreven gedichtje. Oh ja. Was ook wel eens dat ik al voelde... Benauwd. Benauwend. Ja, ja dat snap ik wel, ja. En als je daar dan niet op reageerde, wat gebeurde er dan? Dan was hij heel snel onzeker. Hij zei ook wel eens, ik hou van je. En dan zei ik, op een gegeven moment voelde dat soms ook een beetje benauwend. Want dat werd ook wel vaak gezegd. En veel ook klef doen waar anderen bij waren. En daar voelde ik me ook niet helemaal gemakkelijk bij. En dan zei ik het ook wel eens niet terug. Want ik wilde ook bij mezelf blijven. Ik wilde niet dat het een soort van... Ik wil... Dan ga je doen om iemand... Ja, ik herken dit ook een beetje.
Dus dan zei ik het wel eens niet terug, maar daar heeft hij dan wel eens hele drama's over gemaakt. Oké. Dan ging hij bijvoorbeeld een keer, nou ja, hij ging de deur uit, want ik wilde het niet. Oh, ga je het niet terug? Wil je het niet terug zeggen? Nee, oké, helemaal emotioneel weg. En toen ging hij vervolgens onder aan het balkon staan, weet ik nog, en helemaal. En dat ik echt dacht, ik kon er gewoon niet bij. Wat gebeurt hier nou? Ik was echt helemaal. Maar was dat in het begin al? Nou, maar na een paar maanden. Maar had je dan niet zoiets van, ik moet weg, dit is een red flag? Ik dacht wel soms, oh, hij is wel heel onzeker. Maar dan dacht ik, maar hij heeft ook 100 leuke kanten. En ik ben ook wel eens onzeker. Ik heb ook wel eens verlatingsangst gehad. En hij lijkt er wel aan te willen werken. Oh ja, dat, oké. Okay. Veel woorden, achteraf. Ja. Achteraf, dus. En kan je nog een paar dingen benoemen die echt, waarvan je weet van dit is een narcist achteraf? Nou, hij was wel heel. Ik vond zijn gedrag heel klassiek in het kader van overal waar iemand iets vertelt, trok hij het naar zich toe. Tot echt schaamte op een gegeven moment. Dus als we dan ergens op een feestje waren en iemand vertelde iets over, nou, ik zeg maar Istanbul of zo, dan wist hij meteen, oh ja, Istanbul. En dan vertelde hij wat over Istanbul. Dat ik echt op het laatst in onze relatie echt wel eens dacht van, wow, dit is wel echt. Heftig, dat heel het altijd heftig. Over jou moet gaan. Heel heftig, ja. Maar heb je hem daar toen niet op gecorrigeerd of gezegd van het gaat altijd wel over jou? Je trekt het verhaal altijd over. Ik heb in het begin zei ik die dingen allemaal wel tegen hem. Was ik ook best wel assertief naar mijn idee. Mama zei, onze moeder zei zelfs wel eens dat ik bijvoorbeeld kattig tegen hem was. Maar dat kwam ook omdat hij continu zo, ja dat klinkt gek, maar in mijn aura achteraf zat. Dus dat ik ook soms gewoon moest begrenzen. En dat deed ik wel. Maar op een gegeven moment, in zo'n relatie ga je twee gezichten bij iemand zien. Dus iedereen. Ik ben ook wel eens kattig. Ik ben zeker niet perfect. Ik heb ook. Ik ben niet altijd. Alleen het is heel extreem. Dus dat hele lieve gezicht. En dat hele. Nou ja. In een uitbarsting. Heel eng. Alsof iemand niet thuis is. En heeft zichzelf niet meer in de hand. Doordat die twee kanten zo uit elkaar liggen. En je bent een paar keer zo geschrokken toen. Word je ook wat voorzichtiger. In jezelf begrenzen en die strepen staan. Dus toen werd je eigenlijk al angstig. Ik werd heel angstig. En ik heb in het boek, zeg maar, wat ik heb geschreven, Leven na narcistisch misbruik, ook met verschillende experts, ben ik in gesprek gegaan, waaronder Ilona Brekelmans. En zij is de psychologe die zeg maar vertelt in de serie Fatale Liefde, waarin ik ook heb meegedaan. Geeft zij toelichting over wat narcistisch misbruik of intieme terreur kan zijn, zeg maar. Wat. Mm-hmm. En zij noemt dat je mentaliserend vermogen wordt steeds minder. Dus als je in angst leeft heel erg, net als een kikker die zich dood laat koken, die zich eigenlijk dus blijkbaar niet laat doodkoken, dat is niet, schijnt niet waar te zijn, maar een kikker die zich langzaam laat doodkoken, gaat zo'n relatie ook. En omdat als iemand zo in die woede is en zo'n bui heeft, doet hij soms zulke gestoorde dingen. En ik zag zo'n ander gezicht. En dan dreigde hij ook wel eens van, oh, ga je weg? Oh, dan gaan we nog wel zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Wat er dus gebeurt in dit patroon is dat je dan geïsoleerd raakt en dat je steeds banger wordt. En denkt, voor de buitenwereld is dat dan soms heel erg niet te begrijpen. Hè? Ook onzichtbaar, maar ook, ja, ik had daar zelf ook een oordeel over destijds. Ik weet nog dat ik hem echt heel vervelend vond met iets. En toen heb ik ook een ruzie met hem gekregen tijdens het eten, weet je nog, op dat strand? Ja, weet ik nog heel goed. En toen moest ik later in jouw boek lezen wat er daarna was gebeurd eigenlijk. Wat heel heftig was. Ja. Dat hij, als jij het over mij had, dingen kapot ging maken en zo. Maar, en ik dacht, tief die gast er gewoon uit. Weet je wel? Ja. Ja. En ik vond het wel heel erg om dan te lezen wat daar gebeurde. En ik weet nog dat ik jou een keer mee heb genomen op stap. En dat je zei, fijn, kan je even met me mee naar boven? Mm. En ik zei, wat is er dan? Mm. En achteraf denk ik, ja, waarom ben ik niet met je mee naar boven gegaan? Nou, snap je? Want ik wist het ook niet. En je hebt ook ons, zeg maar, daar niet in meegenomen. Nee. Van, help. Nee. Ik ben hartstikke bang. Ja. Dus toen je bij mij kwam, dacht ik nog steeds, ja, wat moet die kleine dwerg, weet je wel. Ja, omdat jij ook niet, zeg maar. Nee, dat is heel kenmerkend. Intieme terreur was dit, zeg maar. En dat is, daar kan een pleger een narcistische persoonlijkheidsstoornis in hebben. Dat kan ook een andere persoonlijkheidsstoornis zijn, maar het is heel kenmerkend dat je dus zo angstig raakt. Dat je ook denkt, en er is heel veel schaamte. En je denkt, als ik iets vertel, wordt het alleen maar erger. Want wat gaat hij dan doen? Ik durfde niet naar het buitenland met Elvin. Maar ik dacht, straks doet hij mijn familie wat aan. Ja, en achteraf denk ik dat het ook een terechte angst was. Ja.
als ik naar deze hele situatie kijk met wat er allemaal is gebeurd. En als je kijkt naar de cijfers in Nederland, 1 op de 8 dagen wordt er een vrouw vermoord, femicide, in relationeel, relationele sferen. Het wordt nog niet veel herkend, zeg maar. En daarom is het zo belangrijk dat mijn situatie, ik heb het overleefd, maar Elvin niet. En zijn lieve oma, Paulien, niet. Het is heel belangrijk dat hier ook veranderingen gaan komen, ook wettelijk gezien. Want zijn moeder zei zelfs op het einde van, nou, hij moet echt hulp nu. Maar als hij zelf niet wil, als dan, hij... In Nederland kan je dan niet afdwingen. En dat is ook kenmerkend bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Met diegene is er niks aan de hand. Nee, dus hij heeft zelf niet het besef van wat ik doe is niet oké. Okay. Nee, ik kan natuurlijk niet in hem kijken. Maar ik had het idee dat dat er wel echt een verstoring was op empathie, zeg maar. En dat hij dus helemaal werd overgenomen door... in die laatste maanden toen ook, maar ook wel momenten, fase in de relatie. Toch vanuit een soort eigen belang. Wat wil ik? Hij vond het ook heel noodzakelijk om nooit te gaan scheiden. Want dat was vroeger bij hem gebeurd, zijn ouders. Dus dat ging niet gebeuren? Ging niet gebeuren. Nee, oké. Okay. Nou, als we dan heel even kijken, gaan naar de kenmerken gaan van een narcist. Hè? Nou, geen empathie dus. Of in ieder geval een nep-empathie eigenlijk. Ja, cognitief kan het zijn. Ja, dus... Is wel heftig, want dan herken je het er dan ook weer niet in. Is dat ophemelen van... dat heb ik ook wel eens meegemaakt in een relatie. Is dat ook... Heel kenmerkend. Ja, kijk, ik denk dat je allemaal wel eens een narcistisch trekje hebt. Zeker. Want ik heb het ook heel lang altijd over mijn eigen verhaal gehad. Totdat iemand me daar een keer op wees. Van je trekt altijd verhalen naar je toe. En het was niet zo leuk om te horen van diegene. Maar ik ben daar wel heel dankbaar voor. Want toen had ik het dus door. Dus toen kon ik het stoppen. Want soms doe je gewoon heel dingen onbewust. Heel enthousiast ben jij. Kijk, Matthijs heeft dat ook, hè? Dus toen ik Matthijs leerde kennen, was hij heel spraakzaam. En daar schrok ik van. Want ik dacht, dat was Thomas ook. Dat schrok ik ook van. Daar schrok jij ook van. En ik dacht, ik moet dit wel even aan. Ik heb het met Thomas of met Matthijs kunnen bespreken. En dat was allemaal veilig. En daar reageerde hij heel empathisch op en begripvol. En... Hij is daar ooit ook op aangesproken, 5 jaar geleden. Want hij deed dat ook in zijn enthousiasme. Hij is een heel enthousiast persoon. ADHD-diagnose gehad ooit. Maar hij is zo enthousiast dat hij dan niet door had. En een goede vriendin. En nu? En nu wel. Nu vraagt hij altijd, stelt heel veel vragen aan mensen. Is hij geïnteresseerd, nieuwsgierig. Dus als je het kan aanpassen, dan ben je geen narcist. Precies, als je erop aangesproken kan worden. Ja, oké. Okay. Dus het verhaal naar je toe trekken. Wat zijn nog meer kenmerken voor een narcist? Nou ja, het hangt heel erg samen. Het kan alle kanten opgaan, want je hebt ook introverte narcisten. Soms denken mensen, narcisten zijn alleen maar heel charismatisch en altijd. Maar je hebt ook mensen die juist heel onzeker zijn, maar die ook geniepig bijvoorbeeld aan gaslighting doen. En dat is dus dat je een ander eigenlijk gek maakt door iets wat diegene bijvoorbeeld doet, zeggen dat die ander dat heeft gedaan. Of te zeggen, nee, dat is helemaal niet gebeurd. Ja, dan nee, dat herken ik. Ja, en dat... Ja, dat, en dan dat doen zijn, ze echt alsof je gek bent. Doen ze echt alsof je gek bent. Het is eigenlijk... Doordat die empathie er niet is en ze heel zelfgericht zijn, ik denk ook vanuit een overleving heel erg leven, onbewust, zijn ze vooral bezig met zichzelf en hun eigen gewin. En wat ook kenmerkend is in zo'n relatie is bijvoorbeeld dat je dus geïsoleerd raakt van de omgeving. En het is heel verwarrend, want de ene keer wordt er gezegd van iets slechts over jou misschien gezegd, maar een andere keer wordt er misschien gezegd, waarom ga je niet weer eens met Faye afspreken die zoveel voor ons doet? En dat schept dan ook heel, raakt heel verward van twee. Het is niet alleen maar zwart-wit, zeg maar. Nee, maar op dat moment had hij door dat ik hem niet meer zo aardig vond eigenlijk. En dat liet ik ook merken. Ik ben altijd wel heel direct daarin. Ja. Achteraf vond ik dat heel erg, omdat het niet beter was geworden door bij jou thuis, zeg maar. Eigenlijk nog angstiger. Maar hij wilde mij en toen niks meer met mij. En ik weet nog dat jij mij ook niet meer... Jij ging mij ook een beetje wegduwen uit die situatie. Dat is heel kenmerkend in zo'n situatie. Omdat je... op een gegeven moment is hij ook zelfs zijn eigen moeder. Dat was de veilige plek waar is hij ook gaan afstoten. Daar mocht ik niet meer heen met Elvin. Ik werd steeds banger en ik voelde me steeds... Het is heel erg het gevoel van in een gevangenis leven. Omdat het ook terreur is wat er gebeurt. En het is binnen 4 muren. Je kan het heel lastig uitleggen aan anderen. Nou, ik snap het nu wel beter. En ik snap ook dat het heel moeilijk is om die stap te maken. Om dan echt daadwerkelijk weg te gaan. Hè? Ja. Ik snap ook dat heel veel vrouwen daarin zitten. En dat ook niet... Ook mannen, hè? Het gebeurt ook andersom. Maar even om... Oké. Ja. Maar ja, het is... Maar wat is er een instantie? Kunnen mensen ergens naartoe? Wat moet je dan doen als je dit herkent? En je in zo'n situatie zit?
Ja, ik heb bij het eerste boek wat ik heb geschreven, boek 11, in, was er een vrouw die hoogzwanger was. En die heeft toen een mailtje gestuurd. Dankjewel, dit was de laatste druppel. Ik ben nu ergens ondergedoken. Ik kreeg door het boek door dat ik er ook in zit. Dus vaak als je erin zit, heb je het ook niet eens door. Dat is heel... Oh, ja. Ik had het vlak toen ik eruit kwam en mensen ook om hem heen zeiden, je moet je niet meer door hem laten manipuleren. Dacht ik, manipuleren. En toen pas zag ik ineens, oh, hey. Achteraf. Ja. Maar hij dreigde ook wel met hetgeen wat hij heeft gedaan. Hè? Heb jij ooit gedacht, dat gaat hij echt doen? Of dacht je, dat kan ik nog wel voorkomen? Ik hoopte, vanuit die angst, dacht ik, leefde ik heel erg in het moment. Maar niet op een fijne manier in het moment, maar heel erg vanuit die overleving. En inderdaad, mijn mentaliserend vermogen was heel minimaal. Dus ik was altijd maar gewoon van rustig houden, rustig houden, rustig houden. Want ik wist het maar niet. Het was heel onvoorspelbaar. Dus dan maak je niet echt van, nou, dan kan je niet even rustig gaan zitten en gaan overwegen van waar. Nee, je was heel erg in de overleving. Ja. Ik weet nog dat je bij ons kwam, zeg maar, dat je echt gewoon een soort van onrustig persoon was. Ja. Wat logisch is, als je dan zoiets meemaakt natuurlijk. En dan kan je dus niet meer die helikopterview natuurlijk hebben. Dus ik snap ook als mensen daar middenin zitten en ze zijn zo in die overleving bezig. Ja, en in Nederland kun je weinig, want dan krijgt iemand bijvoorbeeld een straatverbod. Of er zijn zelfs ook heel veel, heb ik bij Movira even gewerkt. Hè? Het Oranje Huis, dat heette vroeger een vrouwenopvang, maar dat heet nu het Oranje Huis. Want mannen kunnen daar ook terecht, die hierin zitten, dat komt ook voor. Maar met een alarmknop. Maar er zijn dus vrouwen die echt in gevaar met een alarmknop. En dan kun je je afvragen van hoe kan het dan eigenlijk dat zo'n partner gewoon vrij rondloopt? Terwijl je een alarmknop om je nek hebt. En die vrouw moet met een alarm. En er mag pas wat gedaan worden als er echt wat gebeurt. Want met de psychische mishandeling, dus dreigers, wordt allemaal niet zo heel veel gedaan. En dat is ook omdat het zo wettelijk is vastgesteld. En Ik zie hier echt een fantastisch sterke vrouw zitten. Ik weet niet of ik hier ook op deze manier zo had kunnen zitten als het mij was overkomen. Ja. Hoe is je dat in vredesnaam gelukt? Oh. Nou, ik voel nog iedere minuut de liefde van Elvin eigenlijk. Ik voelde ook op de dag dat het gebeurde. Kwam er iets, ik denk dat het een overleving was, maar ook iets uit iets dieper. Dieper bewustzijn of wat dan ook. Iets waar ik niet in ieder geval in die angst staat, was ik daar niet bij. Dat ik voelde dat ik voor Elvin en Paulien door moest wilde leven. Dat ik het had overleefd met een reden. Om ook nog voor hun te leven. En ik zei, ik ga hierover schrijven. Ik voelde op de een of andere manier dat dat ook mijn herstel zou gaan zijn. Hè? Of een vorm van therapie voor mezelf, een uitlaatklep. En hij krijgt mij hier niet onder. Want dat was wat hij wilde. Hij wilde me eigenlijk ook meenemen natuurlijk. En ik heb het wel overleefd. En dat gaat met vallen en opstaan. Het leven is niet alleen maar... Ik kom ook natuurlijk ook moeilijke momenten tegen en gemis. En dat ik voel een hele sterke verbinding met Elvin. Maar er zijn ook dagen, zoals op 22 juli of momenten dat ik... Ja, moederdag. Dat ik even moeder ben en mijn kindje mis. En ik denk... Ook door jou ben ik toen naar Polderman geweest. Nog zo'n sessie gedaan door te leren voelen. Ik zat natuurlijk heel erg in een angst. Dus ik was helemaal niet meer zo in het voelen. En dat heeft me ook gesterkt. Dus continu eigenlijk naar het gevoel gaan als het er wel was. En het omarmen en het verdriet. En dan niet in een verhaal schieten van wat er allemaal niet meer was. Maar echt even bij het gevoel blijven. Het verdriet. En dan vervolgens kijken naar... Ja, naar zelfcompassie. Chant, ik hou van je, voel het maar. Ik werd eigenlijk de moeder die ik voor Elvin was, ook een beetje voor mezelf. Ja, want je schreef daarna het boek over zelfliefde. Ja. Was het een gebrek aan zelfliefde dat je in zo'n relatie zat? Ik was vanaf mijn 15e altijd verliefd of in een relatie. Herkenbaar. Komen toevallig uit hetzelfde gezin. Ja, we hebben veel stiefvaders zien komen en gaan. Ik denk... Ik wil niet voor anderen spreken, maar mama die was ook wel van de relaties vroeger altijd, nu niet meer. Maar dat voorbeeld, ik was toch onbewust op zoek naar een soulmate. En ook al was ik door onze opvoeding met mindfulness en dingen bezig ook. Ik was ook altijd een vlinder en altijd niet heel geaard aan het fladderen. En het is een wonder dat ik een opleiding heb afgemaakt toen. Maar
Dus ik denk maar wel... is het dan het voorbeeld wat we hebben gezien, denk je? Nou, ik denk ook het voorbeeld, maar ik denk ook de maatschappij waar we in leven, daar worden we natuurlijk ook sowieso met Disney-films en heel erg extern. Hè? De wortel die we zo voorhouden van, nou, als je daar bent, dan ben je gelukkig. Of als je dit bereikt, dan ben je gelukkig. Of als die man zo is. De man zo is en de ander heeft het misschien weer met andere dingen dan een man, maar met iets in ieder geval buiten jezelf. Ja, het is ook fijn om te verbinden, toch? Het is ook fijn om een maatje te hebben. Dus wat dat betreft is Maar wat is het verschil tussen wie je was voor Thomas en nu? De Shanti nu dan? Nou, ik vond het denk ik vroeger heel moeilijk om alleen te zijn. En om te voelen ook. Ik ben hierna juist wel naar binnen gegaan. Heb de methode ook die ik heb ontwikkeld naar Elvin genoemd, maar zelf in ook de weg naar een weg naar binnen. En vroeger wilde ik denk ik alleen maar licht en liefde onbewust. En nu is het echt licht en donker. Soms heb ik echt moeilijke rotdagen. Soms is het leven echt zwaar. Soms is het echt, ik ben nog lang niet verlicht. Ik heb nog 20 patronen om aan te werken. Dan kom ik wel weer in mijn nieuwe relatie tegen ook. Weet je, dat ik echt gewoon ook niet, absoluut niet perfect ben. En hier ben om te leren. En dat zelfliefde ook mijn eigen les blijft. Maar ik denk wel dat ik niet meer zoals vroeger op de vlucht was van voelen en mezelf. En echt ook. In het volgende. Ja. Dat herken ik wel. Eigenlijk is het ook een beetje met je hoofd, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk niet met je hart. Nee, niet met je hart, niet met je buik. Nee, niet met je buik. Als ik nu terugkijk naar al die relaties afgelopen 10 jaar... 6 relaties, dan denk ik, ja, dat is allemaal hier. Lijstjes maakte ik zelfs. Vinklijstjes, dit, als hij dat. En als hij die cursus en als hij die coach. En terwijl je voelt het hier of het klopt of niet. Ja. Dan hoef je niet lijstjes. En dan maakt het niet uit, al stinkt iemand uit zijn waffel, weet je wel. Nou, liever niet, maar nee, ja. Maar... ja, maar, zeker. Maar denk je dat dat een... Denk je dat dat, dat uit onze jeugd komt? Dat we zo zijn, dat we door dat voorbeeld... Wat is er eigenlijk misgegaan? Want we hebben het eigenlijk dus allebei... Deden we het... Of doen ja, we ik het? Weet niet of het een combinatie is. We leven ook in een rat race maatschappij. Dus dan is het ook continu eigenlijk in de overlevingsstand leven. En als je dan niet bewust bent van wat je patronen zijn, dan zit je gewoon midden in je patronen. En ik denk dat dit ook mensen gebeurt die bijvoorbeeld niet zo'n per se zo'n jeugd hebben. Dus ik weet niet of je dat daar helemaal op kan ophangen. Oké. En als je dan even terug naar het boek, het zelfliefdeboek... Hoe is dat ontstaan? Was dat ook een therapie voor jezelf? Ja, er staan wel oefeningen in. Ik heb bijvoorbeeld oefeningen van Louise Hay daarin. Maar ook van Eckhart Tolle. Ik heb oefeningen zelf daarin. Mindfulness heeft altijd heel veel voor mij gedaan. Vroeger ook al. Alleen dan... Ik combineerde het allemaal een beetje. Dus ik was ook onbewust aan het vluchten. Maar ik deed altijd stukjes ook wel. Vooral Eckhart Tolle heb ik heel veel aan gehad. Om mijn lichaamsenergie bijvoorbeeld te voelen. En niet in mijn hoofd te schieten. Omdat ik vaak in mijn hoofd zat. Juist heb ik daar wel. En dat heb ik allemaal verwerkt in dat boek. Zeg maar in de kracht van zelfliefde. Wat maakte dat ik dat het nog goed kan gaan. Na dit te hebben meegemaakt. Dus ook door niet in een verhaal erover te schieten continu. Wat als... ik dit had gedaan, of dat had gedaan, zus had gedaan. Maar door dus te voelen, ook de moeilijke gevoelens, de pijn, juist. En dat helemaal over je heen te laten komen. Te laten komen. En daarna iets liefs tegen jezelf te zeggen, bijvoorbeeld. En, want heel vaak vluchten we in allerlei dingen, zoals alcohol, drugs, weer een volgende liefde. Klopt. Is dat iets wat jij ook hebt gedaan? Ja, ik ben nu al 4,5 jaar gestopt met drinken, maar ik heb mijn hele leven wel al een haat-liefde verhouding met drank gehad. Dus dat was ook al hiervoor. Maar ik kon zo. Ik rookte als een ketter toen nog bij jou thuis. Ik rookte een pakje sigaretten per dag in dat eerste jaar ook nog. En tuurlijk heb ik op bepaalde manieren ook wel gedempt. Want ik denk dat je zoiets niet in één keer helemaal dat in stukjes gaat. Wanneer je er klaar voor bent, komt het steeds in stukjes. Maar ik heb wel heel erg inzichten gekregen. Ook wel terwijl ik nog rookte bijvoorbeeld. Maar wel dat er bijvoorbeeld een verschil is tussen voelen en voeden. Dat in voelen de L van lichter of loslaten zit. En liefde. Maar in voeden zit de D van drama of de-escaleren. Dus dan maak je het groter. Dus. Dat zijn dus bijvoorbeeld als je gaat denken, als ik dit had gedaan, dan was hij er nog en ik had nooit meer dit. En dat is dat voeden eigenlijk. Voeden eigenlijk. En dat heb je helemaal niet toegelaten. Niet op dit stuk. Nee, ik kom het nog wel, natuurlijk wel eens in mijn leven tegen dat ik te veel in mijn hoofd zit over het een of het ander. Maar in dit stuk voelde ik het is ook te groot om dat te gaan doen. Het is, de realiteit is, hij is hier niet meer. In een andere vorm voel ik hem nog in alles.
Maar de realiteit hier is, het is wat het is. En die acceptatie daarin bracht ook rust. En zelfs wonderen. Ja, vertel daar eens wat moois over, over jouw wonderen. Nou, Elvin, hij was natuurlijk op 11 augustus geboren, één dag na mij. En hij is 11 maanden en 11 dagen geworden. Hij heet Elvin. Dus hij draagt de 11 in zijn naam. Ik had ook zo'n boek toen ik zwanger was, dat je bijhoudt. Hoe het proces is van zwanger zijn. Toen had ik bij 11 weken toevallig een hartje getekend. Hoe ik dacht dat hij eruit zag. Mm. Van die kleine dingetjes op 11. En toen dit gebeurde kwam ik er vrij snel achter van. Hij was 11 maanden en 11 dagen. En ik zag heel vaak 11 en 11-8. De nummers hebben in de numerologie een hele mooie betekenis. Dus 11 en 8 ook. Alleen dat liet ik ook meteen weer los. Ik ging daar ook niet in over een verhaal. Maar het kwam me steeds toe of zo. Als ik dan een berichtje stuurde, dan was het precies 111. Of weet je, allemaal. En toen ging ik naar Kamalaya. Ik mocht even een paar maanden naar Thailand. Naar een familievriend van ons. En toen kwam ik daar aan. En toen ging er een periode van rouw in. Want de koning was daar overleden. En toen liep ik in Kamalaya. En toen hing er een poster, weet ik nog, dan was ik er een paar weken al wel. En toen zouden ze gaan vieren dat ze 11 jaar bestonden op 11-11. Dat soort kleine dingen, waardoor ik gewoon helemaal tintelingen in mijn lijf voelde. Een soort van, totaal niet rationeel, maar echt een gevoel van, ze willen echt dat ik dit hiermee doe en dat ik nog doorga. En ze willen niet dat ik hier ongelukkig ben, dat ik niks meer met mijn leven doe. En ik wil het zelf ook, maar ik werd daarin een soort van bevestigd. En liet ik het ook meteen weer los. Maar het waren een soort cadeautjes. En dit gebeurt nog steeds, hè? Dagelijks bijna. Ja, net ook weer, ja. Ja, dus dan ga ik voor de grap wel eens zoeken op de snel. Of als ik ergens rij of naar huisnummers. Dan zie ik het nergens. Maar als ik het dan niet zoek en ik het toevallig. En dan vanochtend ook weer was ik gewoon met het papier bezig. En dan pak ik een stickertje en dan staat er precies 11, 11. En dan denk ik, ja, mooi. Weet je, ook op zo'n dag als deze dat wij dit samen gaan doen. Dan denk ik, ja, er is echt meer tussen hemel en aarde. En daar hoef ik verder niet een boek over te lezen of over te schrijven. Maar dat is gewoon een heel sterk gevoel. Wat je voelt, ja. Ja. Wat kunnen we verwachten van het boek, zeg maar? Ik snap dat we nu een beetje weten wat een narcist is. Maar dit gaat over hoe je ermee omgaat na zoiets. Hè? Dus als je weg bent, zijn daar dan tools in? Of? Ja, ik heb onlangs een opleiding tot traumatherapeut. Volg ik nog, maar daar zit ik middenin. Dus er staat een stukje over de herstel in trauma. De self-in-methode heb ik erin uitgeschreven om weer tot rust te komen. Want dat is vaak, mensen die hiermee te maken hebben gehad, die hebben vooral nog onrust. Omdat het vaak op de achtergrond ook nog speelt. Zeker als je in scheiding ligt met kinderen. Bij jou duurde het ook wel even toch voordat het weg was. Ja. Ja, en vaak zie je dat het heel lang aanhoudt als er dus kinderen in betrokken zijn. Ja. En er staan ook tips voor in. Ik heb ook met een familieadvocaat gesproken. Daar staat een hoofdstuk over in het boek met een strafrechtadvocaat. Maar ook dus met Ilona Brekelmans. Dus ik voelde ook, ik wil dit niet alleen doen. Want het is niet alleen maar een intern proces. Het is ook als je er nog mee te maken hebt. Dan kun je suf mediteren. Maar dan kom je niet tot rust. Want je moet ook. Dus er staan ook een paar stichtingen in waar je terecht kunt. En ja, het is eigenlijk echt een gids op meerdere terreinen om weer tot jezelf te komen, maar ook om misschien nodige hulp op andere terreinen, op andere gebieden te vinden. Ja. Als ik zo naar je luister, hè, dan merk ik zie ik heel veel gelijkenissen met mij. Mm. In de zin van, mensen willen helpen. Ik ben natuurlijk op onderzoek uit waarom mijn liefdesleven nou iedere keer mislukt. Daar heb ik meerdere afleveringen natuurlijk over gemaakt en ook heel veel input gehad. Maar ik heb ook een heel sterk reddersyndroom. Hmm. En eigenlijk wilde ik ook boeken schrijven om mensen te redden en te helpen. En mensen en ook relaties wil ik altijd beter maken en allemaal dat soort dingetjes. En waar komt dat denk je vandaan? Gezien willen worden. Hmm. Bij mij denk ik een heel groot stuk. Dat het gezien willen worden, ja, erkenning, dat herken ik ook wel, erkenning willen zijn. En ik ben daar ook in de materie gedoken, toevallig vandaag. Hmm. Dat ik aan het schrijven was. En dat komt ook heel vaak vanwege een afwezige vader. Als je vader je niet ziet, dan krijg je ook bewijsdrang. Maar dan krijg je ook, ja, je wil gewoon die erkenning. Maar je bent een soort van bodemloze put. Ja. Omdat uiteindelijk gaat het om jezelf te erkennen natuurlijk. Ja, daarom was die zelfliefde zo belangrijk.
Ja, en denk jij dat je dat nu helemaal hebt losgelaten? Of dat dat echt, zeg maar, wat je doet, voortkomt uit, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een passie en niet uit een noodzaak. Nu meer, maar ik heb na het schrijven van De Kracht van Zelfliefde ben ik ook nog heel erg een stuk tegengekomen van niet gezien worden. Ik heb me daar heel erg niet erkend in gevoeld. Ik ben echt gigantisch tegen de spiritueel ego opgelopen ook. En ik ging dat doorvoelen en er echt naar kijken. Dat was weer een lastiger stukje dan andere stukken. En toen kwam ik er ook achter van, hé, maar wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? Oh, ik voel me niet gezien door extern weer. En ik schrijf een boek over zelfliefde. Ja. Ik ga het nog maar even zelf toepassen. Ja. Schrijf je zo'n boek niet stiekem voor onszelf? Nou, ik zeg wel altijd, zelfliefde is een reis zonder eindbestemming. Dus gelukkig ben ik dan ook niet weer streng voor mezelf. Want ik ben er nog niet, want ik mag ook vallen en opstaan. Maar ik zie wel dat ik me ook heel erg... Ik kom dat af en toe in mijn relatie nu ook nog wel eens tegen met Matthijs. Gelukkig niet zoveel, omdat hij niet continu op mijn triggers drukt. En ik misschien soms wel bij hem, maar kan in ieder geval voor mezelf spreken. Ja, maar daar kom ik ook nog wel eens tegen. Dat ik dan toch merk van, oh, dit is echt een kindstuk van iets wat ik daar gemist heb. Van mijn ouder. En dat moet ik nu mezelf geven, maar dat zijn best moeilijke momenten. Als dat, maar het hoort er een beetje wel bij. Ik begin steeds meer te geloven dat het leven als je bewust bent niet heel erg makkelijk is. En het hoort er gewoon allemaal bij. Soms ben ik wel eens jaloers op iemand die helemaal onbewust leeft. Ja. Dan denk ik, oh, dat is best lekker. Zet gewoon het nieuws aan, gelooft alles wat er wordt verteld. Rustig. Ja, eet alles wat hij wil, omdat hij denkt dat alles goed voor je is, weet je wel. Ja. En ik ga over alles zitten nadenken. Ja, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Een soort Teletubby ben je dan. Ja, ik weet nog dat ik Matthijs voor de allereerste keer ontmoette, jouw nieuwe vriend. En dat ik echt een trauma zelf had. Ja, nou ja, ik had een soortgelijke ervaring met hem. Dus dat is wel grappig dat jij dat dan ook had. Ja, omdat hij heel druk was. En wat hij dus ook deed, was heel erg vertellen hoe gek hij op jou was. En dat was natuurlijk mijn eerste ervaring ook met Thomas toen. Ja. Dus ik dacht ineens, nee. Later dacht ik, oh, dit is ook mijn eigen trauma. En ik heb natuurlijk wel... tijdens deze podcastserie ben ik natuurlijk ook op zoek gegaan naar mijn eigen trauma's en alles wat er aan de hand was. En ik had nooit verwacht dat Elvin en wat er met hem was gebeurd ook een hele diepe laag, of hoe noem je dat, zware laag had gelegd op mijn vertrouwen in mannen. Want ik had de overtuiging, mannen zijn niet te vertrouwen. Daar wilde ik aan werken en daar heb ik ook therapie op gedaan en ik heb ook ontdekt waar dat allemaal vandaan kwam. Toen weet ik nog dat ik een keer psilocybine, dat is zo'n truffel, heb gedaan met Gwendolyn hier. En toen was mijn intentie van, ik wil mannen vertrouwen en ik wil graag een langdurige liefdesrelatie aan kunnen gaan. En ik vergeet nooit meer, in het begin dacht ik aan allerlei dingen, aan opruimen en troep. Ik denk, ja, wat is dit? Ik wil terug in de baarmoeder van mijn moeder. Want dat had ik ergens op het internet gezien. Dat je daar hele verwachtingen van hele verwachtingen weer. Ik moet opnieuw geboren worden. Wat is dit? Waarom denk ik aan schoonmaken? En toen ging ik dus die koptelefoon opdoen en toen kwam er een zielig muziekje. En toen dacht ik, oh, hier heb ik niet zo zin in. En toen dacht ik, nee, fijn, ga het nou maar een keer gewoon aan. Dus ik ga in die muziek en ik was meteen, echt meteen op de plek bij Elvin. En ik zag hem liggen en alles was zeg maar nog een keer gebeurd. En die pijn die ik in mijn buik voelde was zo intens. Die had ik eigenlijk nog helemaal niet gevoeld in het echte leven. Weet je, het was als liefdesverdriet. De allerergste pijn in je hart dat zoiets gebeurt. Ja. En het was op zaterdag, vergeet ik nooit meer. En ik moest zo erg huilen en het deed zoveel pijn. En ik dacht al die jaren dat ik het een plekje had gegeven. En ik had ook helemaal niet gedacht dat het ook een effect zou hebben op mijn liefdesleven. Maar natuurlijk heeft het dat, want uiteindelijk heeft je man je kind afgepakt. Dus wat zegt dat weer over mannen en mijn overtuiging dat mannen niet te vertrouwen zijn? Dikke stempel van correct weer erbij. Op die overtuiging die er al was. Ja. En toen ben ik maandags naar Els gegaan, Els van Stijn. Want zat ik toevallig net, dat was dan ook weer niet toevallig, in een coaching traject. En eerst ging ik 's ochtends trainen met Judith. Dat is natuurlijk vriendin, maar die ook psycholoog is. En die zei, je moet nu doorpakken. En ik dacht nog, Judith, ik heb toch gehuild nu, weet je. Het is oké nu, weet je. Nee, nu ga je weer hetzelfde doen. Nu moet je doorpakken, zei ze tegen mij. Vond ik een beetje vermoeiend. Nog ik denk, meer door de modder. Ja, ik dacht, laat zitten. Het zal nu weer de lotusbloem zijn. Precies. Het is nu wel genoeg, weet je wel. Ik heb het door. En toen ging ik dus naar Els. En toen vertelde ik het aan Els. Zei ze, nee, we gaan hier meteen op door. En die ging toen op als Elvin liggen op de grond. Nou, ik heb toen echt 3 kwartier volgens mij naast haar zitten huilen. Maar het mooie was wel, ik denk dat ik het toen echt heb verwerkt, dat zij lag als hem, met hoe hij ook opgebaard lag, met een smile. Ja, als een engel. Hè, als een engel lag hij erbij. Hoe raar het ook klinkt.
een soort wel vrede, vond ik. En zij had die smile ook op haar gezicht. En het was zo bijzonder, want dat kon ze natuurlijk ook niet weten, weet je wel. Heb je die stilte ook gevoeld? Oh, ik heb dat gewoon helemaal gevoeld. En toen dacht ik, wow, dat heeft dus ook nog eens een keer een effect op mijn relaties gehad. Maar ja, natuurlijk. Ja. Maar wie ben ik als jij zoiets meemaakt? Denk ik ook altijd weer, ja, relaties. Hoe belangrijk is het dan? Directe familie. Tuurlijk, ja. Wie ben ik? Nee, maar ik bedoel meer van dat ik dan zit te janken over mannen terwijl jij zoiets meemaakt, weet je wel? Dat bedoel ik meer. Ja, maar ik denk dat je het niet op een weegschaal moet leggen ook of zo, hè? Van, toch? Nee, dat is ook zo. Oh, sorry, Nen. Ieder zijn eigen proces. En het is ook herkenbaar trouwens. Ik heb ook een familieopstelling gedaan. Dat ik ook, Elvin en ik, kon niet meer stoppen met huilen. Ik heb nog nooit zo hysterisch gehuild als daar. Terwijl ik daar vooraf inging en dacht, nee, dat is niet zo. Dat hoeft denk ik niet zo. Dat druk je dan toch weg? Ja, ik denk dat je het dus in stapjes doet. En dat de juiste moment dat daar weer een vertrouwen steeds meer komt. Dat met een beetje hulp van die en dan daar en dan pak je weer een stukje. Dat ook niet vast, dat is geen vaste route of zo. Ik moet zeggen, als ik soms verdriet voel, vind ik het ook heel lekker om me daar even aan over te geven. Heb je dat niet? Dat er daarna zo'n opluchting ook even... Ja, nou ja, toevallig heb ik nu liefdesverdriet. Dat weet je. Dat doet ook pijn. Daarom ben ik extra emotioneel. Maar het helpt wel om te huilen. Ja, het lucht wel op. Ondanks dat het superveel pijn doet. Maar ik heb wel door nu wat mijn patroon is. Ik heb het door. Dus ik weet dat deze liefde ook nog een keer op mijn pad moest komen. Om het door te hebben. Omdat de les blijft zich aandienen tot je hem uiteindelijk hebt geleerd. Wat is de les? Nou, ik dacht, dat heb ik ook meerdere keren besproken tijdens deze podcast. Dat ik mannen aantrok die niet te vertrouwen zijn. Of niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En er komen altijd mannen voorbij in je leven. Remy, ons broertje, heeft wel eens tegen mij gezegd van... Fai, zeg jij niet tegen iedereen gewoon ja? Misschien moet je een keer nee leren zeggen. Daar heb ik echt over nagedacht. Want eigenlijk is dat wel een beetje zo. Ja. En tuurlijk, er komen allerlei soorten mannen voorbij in je leven. En ik kies ervoor om tegen iemand ja te zeggen. Dus is het dan de man die ik aantrek? Het is de keus bij mij. En wat doe ik? Ik zie ze niet. Echt voor wie ze daadwerkelijk zijn. Zij zijn wie ze zijn. Ja. Zij doen zich niet anders voor. Zij zijn wie ze zijn. Ja. En ik zie ze niet. Want ik zie iets wat niet klopt. Nee. Ik maak er een prinsessenverhaal van. Ik heb een illusie van als dit en als dat. En als jij die cursus en die coach en NLP en trainen, gezond eten. Maakt niet uit. Niet meer oordelen. Een heel plan voor dus ik heb een soort van plan. Nee, maar het is echt eigenlijk gewoon ziekelijk. Want eigenlijk zeg ik daarbij continu... Ja, het is ziekelijk, maar er is dan soms ook wel echt wat aan de hand. Ja, maar dat is niet aan mij. Nee. Het is niet aan mij om iemand te verbeteren. Als hij is wie die is op zijn manier, dan is het toch prima. En dan kan ik niet verwachten dat hij in een snelkookpan iemand anders wordt. Want eigenlijk wat je dus continu zegt... is je bent niet goed zoals je bent. En dat voelt een mens. Een mens voelt van binnen als je hem eigenlijk niet ziet. Of weet je, niet accepteert zoals die is. Ja. En die gaat daar dan ook weer op anticiperen op zijn manier. Ja, weet je wel, en daarop reageren op zijn manier. Ja, dan krijg communicatie is respons, dat leer je bij NLP. Dat is eigenlijk wat je geeft, krijg je terug. En ik denk gewoon nu, denk ik, wow, ik heb hem ook niet gezien voor wie die daadwerkelijk was. Eigenlijk wel in het begin, en dat waren ook mijn twijfels, dat vertel ik ook in de podcast. En daar had ik moeten blijven. Maar dan komt er ergens dit hoofd, wat weer met dat lijstjesysteem begint. En dan dit vindt en dat vindt en zus vindt en zo vindt. Ja. En daar doe ik hem mee tekort, maar ook echt mezelf. Ja. Weet je, dus ik denk wel dat dit nog even moest gebeuren, hoe pijnlijk het ook is. Dat je er nu zo bewust naar... Ja, ik had met alle afleveringen die ik heb gemaakt... had ik dit inzicht nog niet gekregen, zeg maar. En wat brengt dat je nu? Want al die mensen waar ik mee heb gesproken... en tuurlijk, ik heb familieopstellingen gedaan en EMDR... en ik had natuurlijk allerlei trauma's en ik heb ook patronen... en ik ken ze allemaal, maar ik deed het dus nog steeds. Ja. En ik had dit nog niet. Dit kwartje was nog niet gevallen dat het aan mij ligt. En dat ik het zelf doe. Ik ben de regisseur van mijn leven. Ik bepaal wie ik binnenlaat in mijn huis, in mijn leven. En die keuze moet je maken met je hart en niet met je hoofd. En ik denk dat als je de keuze maakt met je hart, dat je het in één keer voelt. Bam. Ja, en ik denk ook, kijk, mijn man thuis was ik ook heel erg in mijn angst. En vaak zit ik in mijn hart, maar soms schiet ik ook weer in mijn hoofd. Ik denk dat het leven ook wel een wisselwerking soms is.
Maar van, je voelt toch wel hier de liefde voor hem? Ja, voel ik zeker. Ja. Ja, dus, dat hoef je niet met je hoofd toch... Nee, als jij al in het begin inderdaad die twijfels had. Heel erg. En dan misschien ook vanuit... We hadden het eerder over de reddersyndroom. Ja, meer dat reddersyndroom. En ook eigenlijk vanuit een soort zorgzaamheid. Van, maar hij heeft ook leuke dingen misschien. En dan wil je toch ook weer een kans geven. Ja, en ook omdat je dan zo'n aflevering maakt met Hanna Kuppen over... bindingsangst en verlatingsangst. En ik werd echt, ik kon niet binden. Ik ging heel erg duwen, weet je wel. Dus daarin herkende ik onze dynamiek ook. En dat is een hele moeilijke dynamiek. Want als jij niet tegen kan dat iemand onder je huid zit... en iemand gaat dat de hele tijd wel doen... dan ga je alleen maar nog meer duwen. Dus dat wordt voor zo iemand alleen maar nog onzekerder, weet je wel. Ja. Maar dan denk je toch, ja, het schijnt toch wel dat het hoort bij elkaar... en het elkaar aantrekt en dat je wat te leren hebt. En... Je hebt het echt heel, misschien een heel grote uitvergroting ervan ook nog eens gekregen. Dat ik heb echt een hele grote uitvergroting ervan gekregen. Maar ook van mijn eigen gedrag. Dat ik eigenlijk nog niet van dat reddersyndroom af ben. Ik heb al hele grote stappen gemaakt. Ik ben niet meer allemaal mensen buiten mijn familie op aan het redden. Maar ik doe het nog steeds in mijn familie. Of ik haal er iemand weer bij in huis waar die ik allemaal weer wil redden, weet je wel. Het is je kracht en je valkuil misschien. Ja, het is mijn kracht en mijn valkuil. En ik vind het... superleuk om te doen. Ja. En daarom doe ik ook die opleiding natuurlijk nu. Die paardencoaching opleiding. En ik heb hier iedere dinsdag allemaal mensen. Het is mensen. Dan ook zo'n talent, hè? Dat ik is vind het ook. Superleuk. Ja. Maar ik wil wel gewoon een man. En ik ben niet de therapeut van een man. Snap je? Ja, en dat besluit voor jezelf mogen maken. Is misschien al een anker. Ja. Ja, en wat ik ook doe is mezelf overtuigen. Maar ook mijn mensen om me heen. Ja. En nou, eigenlijk de mensen om me heen ga ik overtuigen. Dus eigenlijk meesterovertuiger. Ben je eigenlijk jezelf aan het overtuigen, denk ik. Als je zo aan het zenden bent hoe goed iemand is en hoe leuk en wat het allemaal wel is. Ja. Terwijl je eigenlijk al die twijfel had, dat kleine stemmetje, hè, dat zo in het begin of was misschien. Maar dat heb jij natuurlijk ook met Thomas wel gehad. Ja. Waren allemaal, ik was zelfs op onze eerste date heel misselijk. En het was heel, maar dat zie je allemaal achteraf. En ik heb er toch doorheen moeten gaan. Blijkbaar zo is het gegaan. Dus daar heb ik doorheen moeten gaan. Omdat het zo is gegaan. Zo, het is wat het is. En nu kan ik daar dan heel lering uit trekken. En hopelijk daarmee. En nu luister je wel meteen naar dat stemmetje, zeg maar. Dat... Ja, er is veel meer een stemmetje. En het is natuurlijk ook door zo'n ervaring. Ik ben er niet verlicht uitgekomen. Dus ik kwam bij Matthijs ook van alles tegen natuurlijk. Om me echt weer te gaan verbinden. Hè? Want daarvoor heb ik wel af en toe eventjes hier. Maar met Matthijs ben ik wel echt gaan verbinden. En dat is ook eng. Want ja, je bent wel op je hoede. Dus, En ben je dat nog steeds? Of kan je zeggen dat je dat nu helemaal hebt losgelaten? Nee, het is nu helemaal losgelaten. Matthijs is echt een lieverd. Ja, het is echt een lieve schat. Ja, we zijn nu 2 jaar samen. En, het is echt een lieve man. Het is een hele lieve, zorgzame en man die gelukkig ook heel erg zijn eigen ding doet. Dus dat is, maar dat heeft ook tijd nodig gehad. Ik kon natuurlijk niet meteen. En ik moest ook een jaar alleen zijn. En zelfliefde toepassen nog steeds. Nu, het blijft een proces. Ik ben wel eens kattig tegen hem. Daar spreekt hij me op aan. Weet je wel, ik heb ook nog dingen zeker om aan te werken. En daar maar mag je nooit kattig zijn? Jawel. Dan? Ik zei laatst ook, nou zo ben ik... Sorry, ik ben echt niet perfect, weet je wel. Sorry. Nee. Nee, maar ik bedoel meer van... Het is, er blijven zich dingen aandienen waar je naar weer opnieuw kan kijken, denk ik. En relaties daar een mooie spiegel voor. En het is nu heel veilig samen om dat dan te doen. We kunnen elkaar aanspreken op dingen zonder dat er daarna een uitbarsting komt of een... dat iemand niet naar zichzelf kijkt. En denk je dat hij op je pad is gekomen omdat jij echt een jaar alleen bent geweest en echt aan jezelf hebt gewerkt? Nou, wat wel zo is, is dat hij kwam op het moment dat ik ook niet zocht. En toen ik hem voor het eerst zag, want ik moest aan jouw eerste aflevering van jouw podcast denken. Wat ik vroeger vaak had, was alsof ik in een attractie ging en dan helemaal in die spanning. En als ik dan iemand leuk vond, maar Matthijs was dat eigenlijk helemaal niet. Toen ik hem de eerste keer zag, dacht ik gewoon, nou, wel een aardige jongen, maar... Het was heel rustig. Het was niet hysterisch. Het was niet extreem veel vlinders meteen. Maar door met elkaar heel veel te gaan appen en in gesprek. Daar werd ik eigenlijk vooral verliefd op. Ja. Ja, zo Tila Pronk vertelde daarover. Dat vaak we verwarren dat gevoel met liefde. En dat is eigenlijk vaak een waarschuwingsgevoel zelfs. Dat is een waarschuwingsgevoel. Zei ze, ja, als je dat hebt. Ik denk, zij is dan heel erg wetenschappelijk. Hè, vertelt ze dat. Maar ik denk, als ik het dan op mijn eigen manier zou vertalen, spiritueel. Denk ik dat je elkaar, als je dat gevoel hebt. Bij die heftige gevoelens, elkaar op de wond aantrekt. Ja.
Je trekt je elkaar niet, de wond aan. Waarom zou je elkaar steeds op die pijnlijke punten... Natuurlijk nee. word je af en toe getriggerd, maar het is nu wel heel rustig dat we niet continu op elkaar... Ja. Want dan een litteken blijft gevoelig en als je er continu op gaat, ja, dan wordt het wel... Ja, dat zei Els ook tegen mij. Die zei, je kan niet een relatie hebben met iemand die continu op je triggers drukt. Want je triggers zullen er altijd zijn. Ja. En je kan ze wel doorhebben en je kan eraan werken, maar ze gaan nooit meer weg. Vai, zegt ze, dat is heel vervelend nieuws, maar ze gaan nooit meer weg. Dus iemand die daar continu op drukt, ja, daar kan je niet mee leven. Ik vind leven. Het ook wel rustgevend nieuws. Ja, dat ze nooit meer weggaan. Oh, dat is het dus. Ja, nee, ze gaan nooit meer weg. Maar je ziet het sneller. Ja, je weet, oh ja, dit is mijn trigger. Daarom voel ik me zo. En dan kan je relativeren, zeg maar. Ja, mooi. Zou je nog kinderen willen? Elvin is voor altijd mijn kindje. Die is overal bij. Ik werk nu af en toe ook in de babyopvang. Omdat ik het heerlijk vind met kindjes. Maar zelf een kindje niet meer. Op dit moment, zeg ik altijd. Ik weet niks zeker. Maar ik voel Elvin nog in alles erbij. En hij is mijn zoon. Mooi. Ja. Dank je wel voor dit gesprek, Chant. Wat een fantastische inspiratie is Chant. Voor mij en ik denk ook voor velen. Ik hoop dat ze met dit boek ook weer veel mensen zal bereiken die daar echt iets aan hebben. En waar ze dan misschien nog op tijd voor is. Ik denk wel als ik terugkijk naar deze situatie dat Thomas niet alleen een narcist was, maar ook een psychopaat. Ik ben natuurlijk geen psycholoog of psychiater, maar ik geloof niet dat je dit doet enkel door een narcist te zijn. Ik denk wel dat de narcistische trekjes het voor Chant heel onprettig hebben gemaakt in de relatie. De narcistische kenmerken die hij heeft. Wat betreft mijn eigen relatie kijk ik ook met liefde daarnaar terug. Ik vind het heel jammer dat er steeds een thema terugkomt in mijn liefdesleven wat mij heel veel kwetst. Maar gelukkig kan ik ook nu mijn aandeel daarin zien. En uiteindelijk begint verandering bij jezelf. Dus ondanks dat ik super gekwetst ben, ben ik ook super dankbaar dat ik dat inzicht heb mogen voelen. En voor de mensen die denken dat ik nu niet meer naar Spanje ga, nee, natuurlijk wel. Ik ga absoluut naar Spanje toe. Dat is mijn droom. En ik laat mijn dromen niet afpakken door een relatie die niet lukt. Het was mijn droom. En het is nog steeds mijn droom. En we gaan dat gewoon rocken, jij en ik samen. En dat hebben we al helemaal besproken. En we vinden het ook helemaal spannend. We denken over misschien een, voor jij dan een verhuur op te zetten of zo. Voor jetskis of ik weet het niet. Maar in ieder geval gaan we volgende maand al kijken naar een paar woningen. Dus dat is allemaal heel speciaal. Want uiteindelijk zit het geluk in jezelf. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dat mag voelen. Dat ik er zo ver ben dat ik nu, ook al heb ik pijn en verdriet, geen afleiding zoek in online of andere mannen of Tinder of uitgaan. Of ik voel de pijn, ik draag de pijn, ik huil en ik verwerk. En daar ben ik heel trots op. Want dat maakt me een sterkere vrouw. En daardoor leer ik ook echt van wat er nou is gebeurd en vlucht ik niet. En dat vind ik fijn. En ik realiseer me ook gewoon dat ik een hele gelukkige vrouw ben. Dat ik heel gezegend ben. En dat ik dankbaar ben. En dat mijn geluk gewoon echt niet afhankelijk is van iets externs. Maar geluk zit in mezelf. En dat is rijk. En daar ga ik dan deze podcastserie mee afsluiten. De volgende gaat over verslavingen. Ondertussen ben ik er ook eentje aan het opnemen over ondernemen. Maar die komt later uit. In verband met hetgeen wat ik ga doen in de toekomst. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Maar de volgende gaat dus over verslavingen. Super interessant ook. Ik hoop jullie daar allemaal terug te horen. Of dat jullie mij terug horen eigenlijk. Fijne dag.